De eerste openbare zitting van een islamitische sharia-rechtbank in de Bali in Amsterdam is woensdagavond verstoord door een groep demonstranten. Ja, het is vanavond de vraag of de sharia zou passen in de wetgeving van Nederland. Vorpels Nederland zal altijd blijven strijden tegen de islamisering van Nederland. Vervolgens liepen ze weg. De discussie wil de actiegroep Vorpels niet aangaan. Nou hoor, want wat ons betreft gaat het nooit worden ingevoerd. Dus dan ga ik ook niet aan ze vragen hoe zit dit, hoe zat dat, hoe denk je daarover. Elke keer als er een sharia-rechtbank wordt opgericht, zal Vorpels Nederland er staan. Op wat voor manier dan ook. We hebben nu een duidelijk signaal afgegeven. Als het nog een keer wordt gebeurd, nou, zullen we andere actiemiddelen uit de kast gaan halen. En welke acties dat zijn, wilde hij niet vertellen. De zaal reageerde laconiek op de actie van rechtsextremisten. Ja, wat moet ik daarvan vinden? Dit soort dingen kun je natuurlijk verwachten. Ja, we leven in een vrij land, hoort er een beetje bij. Ik zie Vorpels als folklore. Mohamed Chappi, die deel uitmaakt van het panel, vindt het jammer dat de avond zo werd verstoord. Ik wil er liefst geen boodschap aan hebben. Het gebeurt, het komt voorbij en denk bij mezelf, joh, laat ze hun ding doen. Ik vond het wel vervelend dat ze gingen bedreigen. Volgens Chappi zijn er veel vooroordelen over de sharia-rechtspraak en hoeft men niet bang te zijn dat de sharia in Nederland wordt ingevoerd. Mensen denken bij het woord sharia aan lijfstraffen en handen afhakken. Terwijl dat feitelijk daar helemaal niets mee te maken heeft. Sharia is in die zin de persoonlijke, de praktische invulling van de islam in het leven van de moslim. En een klein onderdeel daarvan kan zijn het islamitisch recht en wat gepraktiseerd zou kunnen worden. Maar wat helemaal niet van toepassing is in een samenleving waar moslims dus een minderheid zijn. Organisator De Bali organiseert ondanks de actie van Vorpels gewoon weer een sharia-rechtbank.